1871, Henry Morton Stanley vindt aan de oever van het Tanganyika-meer te Ujiji de Engelse zendeling Livingstone terug. 1871, aanvangsdatum van de blanke penetratie in het donkere hart van Afrika. Zo heeft Stanley voor het eerst dit heerlijke Tanganyika-meer gezien. In deze hoek van Congo, in het Nationaal Albert Park, werd het wilde natuur schoon met zijn bergtoppen onder de evenaarsneeuw ongerept bewaard. Onmetelijke vlakte genieten de meest representatieve soorten van het dierenrijk volledige bewegingsvrijheid. Nijlpaarden, buffels, antilopen, zebras, krokodillen, olifanten en leeuwen. Een land van tegenstellingen waar zich de oerkracht van water en vuur openbaart. Een broze brand in Ituri. De Zongo-watervallen in Neder-Congo. Land van tegenstellingen ook op het stuk van de bevolking die een bonte mengeling van allerhande mensenrassen te zien geeft. Pygmeeën uit de wouden van Ituri. De Babiras, wier vrouwen zich nu nog met houten schijven in de uitgerokken lippen tooien. De trotse Watutsi uit Rwanda-Urundi. In het moderne Stanleystad blijven de ondernemende en taaie Wagenia-vissers het tafereel kleur bijzetten. Van hieraf wordt de Lualaba Congo genoemd. Op de onstuimige wateren van deze machtige vloed kon Stanley naar het hart van het land doorstoten. De Belgen maakten er hun belangrijkste verkeersader van toen zij dit gebied, dat 80 maal hun vaderland omvatten kan, gingen ontsluiten. Congo gisteren en vandaag. De trage regelmaat der prauwen heeft plaatsgemaakt voor het vluchtige kielzog van de motorboten en andere riviervaartuigen. Boma, Congo's vroegere hoofdstad, wordt geregeld aangedaan door schepen die ladingen bananen of majumbehout zoeken. Matadi, toegangspoort tot Congo, waarvan de haveninstallaties tegelijkertijd 11 zeeschepen kunnen ontvangen. Leopoldstad, eveneens een grote moderne haven,
vormt het uitgangspunt van meer dan 11.000 kilometer bevaarbare waterwegen, waarvan de verste vertakkingen tot in de uithoeken van het oerwoud doordringen. Mississippi-boten die de atmosfeer van de pionierstijd doen herleven. Coquillat-stad, juist onder de evenaarszon gelegen, is een belangrijke doorvoer- en overlaadplaats voor de binnenrivieren. De schoepen klappen in het luie water van de stroom. De raderboot vordert gestadig steeds verder stroomopwaarts. De 1700 kilometer die Leopoldstad scheiden van Stanleystad zijn afgemaald. Hier wordt de Congo-stroom onbevaarbaar. Geregelde post, passagiers en vrachtdiensten verzekeren de verbinding met de hoofdstad in 5 dagen. Zonder spoorwegen is Congo geen rode duit waard, zei Stanley. Om stroomversnellingen te omtrekken, om gewesten te ontsluiten die te water onbereikbaar zijn, werd het indrukwekkende net van natuurlijke verbindingswegen aangevuld met spoorlijnen ter lengte van 5125 kilometer. De stoomlocomotief volgde de dieselwagen, totdat uiteindelijk de elektrische tractie haar intrede deed, die in Katanga reeds over 340 kilometer wordt aangewend. Sedert de tijd van de dragerskaravanen werden 138.000 kilometer wegen op zowat 4 maal de aardomtrek in het woud uitgehakt, gehouwen uit de bergwand of aangelegd door de grasrijke savanna. De spade uit het heldentijdperk is lang vergeten. Moderne machines herscheppen de broese paden van langs om meer in echte snelwegen, die de vergelijking met de grote Europese en Amerikaanse verkeersaders gerust kunnen doorstaan. Meer dan 55.000 wagens maken er een intens gebruik van. In deze onmetelijke gebieden moest het vliegtuig wel een ereplaats verwerven. Het vliegtuig vervoert ieder jaar tussen Europa en Afrika 60.000 passagiers. De aanhoudende ontwikkeling van de luchtvaart bracht de aanleg van nieuwe vliegvelden met zich. De Leopoldstad wordt een nieuwe internationale luchthaven gebouwd. Met het vliegtuig kon niet enkel de afstand tussen Europa en Afrika overbrugd worden, ook de plaatsen verloren in de Congolese ruimte werden er dichter mee tot elkaar gebracht. Een geslaagde coördinatie van al die vervoermiddelen droeg in hoge mate bij tot de ontsluiting van dit wonderbaarlijk land met zijn onvermoede rijkdommen. Katanga, in aardkundig opzicht fabelachtig bedeeld, werd door de ontginning van zijn ondergrond met een ongemeen levenskrachtige nijverheid begiftigd. Elektrische schoppen delven nabij Kolwezi in de open mijngroeven zeer rijk kopererts,
benevens andere zeldzame metalen zoals kobalt en mangaan. In de fabrieken van Elisabethstad worden zwavelhoudende koperertsen uit de mijn van Kipushi verwerkt. Gesmolten staal stroomt uit een bessemerpeer. Het industriecentrum Jadotstad. Ook hier worden zwavelhoudende ertsen van koper, kobalt en andere zeldzame metalen bewerkt en gezuiverd. De Union Minière du Haut-Katanga stelt alleen reeds 21.500 inlanders en 2.000 Europeanen te werk. Stromen gesmolten koper. Kobalt uit een elektrische oven. Legering met kobalt levert staal dat tegen zeer hoge temperaturen bestand is. Een moderne versie van de goudzoeker geven de goudmijnen van Kilomoto te zien. Bleek de Congolese ondergrond buitengewoon rijk, dan stelde de bewerking van de bovenlaag de Europeanen voor onbekende problemen. In de Ruzizi-vallei heeft een schaar landbouwingenieurs op grote schaal de strijd tegen de erosie aangevat. Verarmde gronden worden opnieuw vruchtbaar gemaakt en toevertrouwd aan inlandse boeren die eerst zijn ingewijd in nieuwe landbouwmethodes. Om deze methodes uit te werken, om nieuwe variëteiten van planten te acclimatiseren en de bestaande soorten te verbeteren, werd het Nationaal Instituut voor de Landbouwstudie in Belgisch-Congo opgericht. De stations van dit instituut zijn thans over geheel Congo verspreid. Palmnoten, katoen, rubber, rijst, kostbare houtsoorten en koffie zijn even zoveel milde geschenken van moeder natuur. Om de voeding van de inlanders te verbeteren, werden door middel van kruisingen nieuwe veerassen tot stand gebracht. In vis- en wildarme gewesten maakte de visteelt het verzuim van de natuur weer goed. De ontginning van natuurlijke rijkdommen deed ook plaatselijke fabrieken van consumptiegoederen ontstaan. In een textielbedrijf van Albertstad zijn nagenoeg 1500 Congolezen en 60 Europeanen aan het werk.
Cementfabrieken spelen een belangrijke rol in landen waar nog zoveel moet worden opgebouwd. In de Cimental-installaties op 75 kilometer ten noorden van Albertstad. Seriebouw van schepen in verhouding tot de afmetingen van het land en van een stroom die wat het debiet betreft in de wereld de tweede plaats bekleedt. Dit gebied mag dan arm aan steenkool zijn, zijn reserves aan witte steenkool moeten alleen voor die van de Sovjet-Unie onderdoen. Onze ingenieurs hadden vlug begrepen hoeveel er uit die reserves te halen viel met het oog op de economische expansie. De Stanleystad is een centrale in aanbouw die door de Tjopo-watervallen zal gevoed worden. De centrale nabij Bunja, die sedert 1940 stroom levert aan de goudmijnen van Kilomoto. In Katanga bereikt de Delcommun stuwdam een hoogte van 75 meter. Dat is ruim een derde meer dan die van de Gilep. Kilometer meer stroomafwaarts bouwt de Union Minière voor het ogenblik het Le Marinel-complex met stuwdam en elektrische centrale. Het vermogen is nog eens zo groot als dat van de Delcommun. Het zal 1700 miljoen kilowattuur jaars bedragen. Zes zulke centrales zouden op dit ogenblik voldoende zijn voor geheel Nederland. Deze drukke bedrijvigheid op vele gebieden deed welvarende steden verrijzen. Stanleystad, eindpunt van de scheepvaart op de Congo-stroom, hoofdplaats van een provincie, belangrijk centrum van handel en industrie. Bukavu, aan de oevers van een bekoorlijk meer, in een van de heerlijkste streken van Congo. Bujumbura, hoofdplaats van Rwanda-Urundi, aan het noordelijk uiteinde van het Tanganyika-meer. Albertstad, oudste stad van Congo, lieflijk en fris, eveneens aan het Tanganyika-meer. Elisabethstad, stad van het koper, uit de grond gestampt in wat eens bijna een woestijngebied was. De zakenwijk en het klimaat stempelen haar tot de meest Europese onder de Congolese steden.
Luluabourg, de meest recente provinciehoofdplaats, heeft geprofiteerd van de ervaring die de stedenbouwkundigen elders hadden opgedaan. Hier bevindt zich de centrale school van de Weermacht die voor de vorming van het Congolese legerkader instaat. Leopoldstad, de hoofdstad. Ideaal gelegen als zij is, moest zij al vlug uitgroeien tot het belangrijkste handels- en nijverheidscentrum. Om haar onevenwichtige uitbreiding te beperken, moest de voorkeur gegeven worden aan flatgebouwen boven lieflijk in het groen verdoken villa's. In nog geen 17 jaar is de bevolking verzesvoudigd, zodat zij thans de 300.000 zielen bereikt. Herboren Congo, waar in een goede halve eeuw een technische achterstand van 3000 jaar werd ingelopen, welke plaats neemt daar de Congolees zelf in? Wist hij zich aan het tempo van onze door de machine beheerste beschaving aan te passen? U ziet hem als muziekdirigent, bulldozerbestuurder, kraanman, roerganger, verkeersagent. Onderstationchef. Procuratiehouder. Hij heeft zich wel degelijk ons levensritme eigen gemaakt. Die overgang kon wellicht zo vlug voltrokken worden, omdat hij gepaard ging met een gezond maatschappelijk beleid, gericht niet enkel op de verzorging van de lichamen in ziekenhuizen, kraaminrichtingen en weeshuizen, maar tevens op het verstrekken van een onderwijs dat, bestemd als het is voor de brede volkslagen en niet voor enkelen, in zich de kiemen draagt van een snelle inlandse opgang. Op dit ogenblik geven 26.300 lagere, middelbare en ambachtsscholen, benevens twee universiteiten, verdeeld in particuliere, openbare en missieinstellingen, les aan meer dan 1.250.000 Congolezen. Dit neemt niet weg dat op dit, net als op andere gebieden, nog een heel eind weegs moet afgelegd worden. Hoofdzaak is niet alleen een materiële lotsverbetering. De verzuchtingen van de inlander mogen niet aan de aandacht ontsnappen. Er behoort zich voortdurend een toenadering te voltrekken, waarbij nog de blanke, nog de kleurling verplicht wordt zijn eigen aard te verloochenen. Onwetend van zekere vooroordelen zitten blanke en zwarte kleuters op dezelfde schoolbanken. Langzaam ontstaat een nieuwe Congolese mens voor wie een DDT-verstuivende helikopter een doodgewoon ding is geworden. Een mens die zijn hut en dorp, waar het zeker niet aan poëzie of koelte ontbrak, inruilt tegen een van die nieuwe woonwijken, welke ongetwijfeld nog geriefelijker zouden kunnen zijn, maar die vergeleken met de vroegere toestanden een gevoelige verbetering betekenen. De sport blijft evenmin achterwege. De Congolezen hebben natuurlijk altijd gezwommen, maar nooit in een zwemdok. Volkomen nieuw voor hen zijn echter de wielersport en het voetbal, die thans, laatste vooral, erg geliefd zijn. Het Boudewijnstadion te Leopoldstad met zijn 75.000 toeschouwers op een feestdag.
Europeanen en Congolezen hebben broederlijk samen de Shoes aangebonden. Indien de Congolees, zoals iedereen, met zekere gebreken is behept, dan bezit hij aan de andere kant ook zijn eigenschappen. Soms rumoerig, weet hij zich ook aan tucht te onderwerpen. België heeft als taak de Europese en Afrikaanse bijdrage tot de opbouw van het nieuwe Congo op harmonische wijze met elkaar te verbinden in een welvarende gemeenschap.